bent nog altijd verder de meeste tegen van de Nederlandse wielrenner al die tijd. En wat ik me afvroeg, ik heb nog altijd een beetje die zesde plaats waar we een record hadden liggen. Is dat nou, gewoon pech dat je op zo'n moment een tijd krijgt dat er toevallig een ander blijft die net over de is? Of zijn er andere twee andere redenen aanwijzen van? Ja, met Eddy. Ja. Die was natuurlijk heel moeilijk te kloppen. En toen ik op mijn sterkste punt was, heb ik natuurlijk het pech gehad dat ik in die valpartij betrokken ben geweest. Ja. En een paar minder goede jaren heb gehad. En dat zijn juist de jaren die ertussen zaten. Ja. Maar goed, maar daar kom ik niet. Dus dat is geen verontschuldiging. Nee. En nadat ik weer op een goed niveau was, toen kwam ik bijna die nog weer tegen. Dus, nou, dat was hetzelfde niveau als Eddy. Dus, ja. Ja. Had u het idee toen u bij Tia Jaren kwam, dat u toen ook bij een ploeg kwam waar alles een beetje bij elkaar viel? Een beetje in elkaar viel? Is dat alleen mijn idee? Nee, dat is een goede ploeg. Het was op dat moment de grootste, professionele ploeg. De anderen waren nog meer amateurs. Nou, oké, we zien dat het toen ook maar amateurs waren, want het is nu nog steeds groter opgezet. Ja, nee, precies. Dus met de bussen, met de soigneurs, met de bezorgers, met de ploegleiders. Het wordt steeds groter allemaal. Ja. Ik herinner me dat goed. Ja. Nee, maar het was een hele goede. In die jaren was het natuurlijk een van de beste ploegen die er was. Ik wil niet zeggen dat ik bij mijn Mouché wegging, dat ik het daar niet goed had. Het was toch goed georganiseerd allemaal. Wat was voor u de aanleiding, voor uzelf de aanleiding om het ambassadeurschap voor Utrecht in het kader van deze toerstap op te nemen? Ja, als je winnaar van de Tour bent, dan zijn we natuurlijk met tweeën mee, hoor. Ja. Jan en ik, dan automatisch kom je een beetje in het licht natuurlijk weer. Ja. En na Rotterdam waren we natuurlijk ook al ambassadeur. En toen Utrecht de toerstap kreeg, hebben ze het ook gevraagd om ambassadeur te zijn. Ja, goed. Ik voel me nog gezond en ik kan het nog doen, dus waarom niet? Dus we doen het gewoon. Wat is naar uw idee de leukste ervaring geweest tijdens het ambassadeurschap? Of weg in het halve binnenhalen van we hebben hem, maar... Nou, dat is terug naar toe staat in Nederland. Ja. Het is natuurlijk geweldig dat in Nederland, het Nederlandse publiek, het is natuurlijk een fietsland. En het Nederlandse rennerspubliek en dat is... En wat dat betreft dat we ook een goede renners hebben. Dat scheelt ook een stuk. Dat vroeg me trouwens af. We zitten heel vaak te zeuren van, na Joop Zoetemelk hebben we nooit meer een toerwinnaar gehad. En elke keer is er iemand met de kopgroep mee rijdt en denkt, we hebben een nieuwe toerwinnaar. Ik zat eens even het aantal winnaar, heb ik een aantal overwinningen kijken. Maar eigenlijk de Fransen en de Belgen hebben sinds 1985 niks meer gehad. Heeft u daar een verklaring voor? Nou, dat is natuurlijk steeds... De toer is steeds groter geworden. Vroeger waren in Jan's tijd en in mijn tijd was het al anders geworden. Ik natuurlijk uit Nederland, België, Italië, Spanje. Waren de grootste wielerlanden. Dus daar kwamen ook de meeste renners vandaan. Nu met Australiërs erbij, met de Amerikanen erbij, met de Engelsen erbij, met de Afrikanen erbij. Dus het was steeds internationaler. Dat klopt. Maar ik bedoel, want je zag, als je kijkt tot 1985, dan zie je inderdaad Fransen en Belgen heel veel. Die twee Nederlanders dan. En dan zie je op een gegeven moment een hele periode dat het eigenlijk bijna allemaal Spanjaarden zijn. Ja, ik zeg altijd, Frankrijk is hetzelfde. Is dat toen naast de winnaar van Frankrijk? Dat is ook 30 jaar geleden. Ja, nee, precies. Dus, ik zat erbij zijn na te kijken. Ik denk, hier hebben we niet erg veel blij over zijn. Nee. Okay. Heeft u nog een speciale plek waar u gaat staan dit weekend, waar u met alle geweld wil gaan kijken? Ik ga gewoon staan waar ik hoor te staan. Ja. En er zal wel een monitor zijn, een groot beeld, een groot scherm. Dan gaan we daar gewoon de tijd wel bekijken. Dus, we gaan u niet op de donklijn zien zondagmorgen. Dan ik misschien wel een rondje mee, dat weet ik niet. We gaan wel kijken. We gaan doen. Eerst hebben we zaterdag nog, hè? Ja, nee, dat weet ik. Dat nou, hartelijk dank. Ja, oké. Okay.